Nou, maar René, toen hadden we net deze onzin gehad. En toen kwam de EO met die geweldige, nare patser. Ja, ze hebben waarschijnlijk nooit een voorgesprek met die lul gehad. Ja, maar hoe kan je nou zo'n man tegenover een vrouwtje zeggen die... Het minimumloon verdient. Het minimumloon en die met een kindje. En die eind van de week gewoon de centjes op zijn. Misschien door familie geholpen wordt of weet ik veel. Ja. Gisteren bij totaal krankzinnig. Nee, maar die twee gereformeerde commentatoren. Thijs, zat hij er? Thijs weer? Die ja, vrouw weer, met die krulletjes. Ja, die Thijs, kan, Thijs die, met, ja, die, met die... Margje. Margje ja. Kan niks. Nee. Die kan helemaal niks. Nee. Die, maar dat weet ze. Want ik zie haar ook geen moment... Vind je dat ook, Jort, of niet? Ik ben het daarmee oneens. Maar het zijn collega's, maar ik vind het heel goed dat ik deze even oversla. Dat, nee. Dat ik even zou... Liever niet. Ja. In dit programma moet je gewoon meedoen. Nee, snap ik. Maar, nee, maar ik heb het eerlijk niet gezien. De redactie zei, kijk even, maar geen tijd vandaag. Niet gezien. Deze probleem die daar zat, ja, dat is denk ik een selectiefout van de redactie. Ja, maar zet er dan nog één bij die tegen die man zegt... Hey, grote vriend, ja. je hebt je grote bek, maar dat is... Ja, maar dat moest door een tafelgast moest ingrijpen, min of meer. Ja. Want die Thijs, die liet hem maar lullen. Ja, er zit die wou nog even zo te rijden. Die, ja. Dat is geen idee. Thomas Vergonia. Mag ik zo nog even je auto rijden? Kom op, jongens. Die gaat steeds meer dat op is toch niet meer serieus te nemen als dat aan een talkshowtafel die zich serieus neemt. Ja, dat kunnen wij toch zeggen? Vraag de ene gast aan de andere. Of hij is geen gast, hij is min of meer het boel. Hij is gewoon sportieke reactie. Ja. Die vraagt aan een gast, mag ik even dadelijk in je auto rijden? Het was toch ironie, maar het was een grapje, toch? Of niet? Of meent het? Inmiddels is het heel Thomas hier rondjes aan het rijden. Dat was serieus bedoeld. Okay. Ja.